Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 16 hier in de Verenigde Staten. Er zijn een aantal updates binnengekomen dat moet de auto sneller gaan maken. Heb jij de vorige aflevering gemist in Japan? Zal ik die eerst even terugkijken of wat je deze gaat zien? Het kan recht op het i'tje. Klik daarop en zie die aflevering verschijnen. Thanks. Ben jij trouwens nu op mijn kanaal? Abonneer daarvoor meer, zou ik zeggen. We gaan tegen het einde van het seizoen in. De seizoen 2 zit op het spel. Die zit eraan te komen. We hebben veel updates binnen gekregen van het team. Dat moet ons wat meer naar voren brengen. Kijk maar zoals je ziet. Even kijken hoor, want ja, we hebben Haas voorbij gegaan en klimmen richting Williams. Dus dat is gewoon goed om te zien. Dus hopelijk kunnen we in seizoen 2 misschien voor het middenveld gaan strijden. Maar eerst deze race en dit seizoen afmaken. Heel veel updates binnengekomen. Dat is goed om te zien. Regen in Q3, maar ik weet niet of we daar wat naartoe kunnen komen. Komt de regulatieverandering aan. We moeten kijken wat dat gaat opbrengen. Maar eerst op naar de Verenigde Staten voor de kwalificatie van Career aflevering 16. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij Q1. Kijken wat dat gaat opbrengen voor ons. Ik verwacht er niet zoveel van, want de auto is gewoon niet goed genoeg. Misschien een randje van Q2. Het zou wel nice zijn als dat gaat gebeuren. Beetje te enthousiast op de exit en de auto gewoon bijna kwijtgeraakt. Daardoor verloren wij wel wat belangrijke seconden. Dus onze eerste run zal niet goed zijn. Daar kunnen we nu al van uitgaan. We komen bij de laatste bocht. Over start finish. En dat is een P6 met een 1.35.1. Hamilton met een 1.31.3. Zijn op dit moment naar de laatste plek verwezen. Armstrong naar P20. Dat doet hij goed, vind ik. Maar wij willen ons graag verbeteren. Okay, left in this session and we're in the drop zone. We need a quick lap or that's qualifying over for us. Jeff adviseert ons. We moeten een snelle tijd neerzetten. Anders is het einde verhaal voor ons in de kwalificatie. Groen bij de Delta. Een beetje op die sausage curb gesprongen. Een tiende boven de tijd van Kimi Räikkönen. Krijgen een track limit waarschuwing helaas aan onze broek. Komen wij de laatste bocht aan. En waar zijn we dan beland? We verbeteren ons naar een P19. Helaas geen Q2 voor ons. Hamilton de snelste tijd met een 45.000ste. Mr. Bottas P1 op Q1. Armstrong pakt ons helaas. Dat is jammer, op 2/10 ongeveer. Maar goed, P20 is het dus. Geloof mij, er kan van alles gaan gebeuren. Dus misschien kunnen we naar de punten. Ik weet het niet zeker. Maar eerst de start zien te overleven. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 16 van F1 2021 My Team Career Mode. Welcome once again then to the United States Grand Prix here in the magnificent city of Austin. It was here in 2018 that Kimi Räikkönen delighted the world by winning for the first time in 114 races. There's always a record to be broken, so what I wonder is in store for us today. We're racing today then in Travis County, Texas, where 20 corners and speeds of up to 200 miles an hour await us on this magnificent racetrack. It's 60% full throttle with plenty of good opportunities to pass, especially through the two DRS zones into turn 1 and at the end of the long back straight into turn 12. What a race we have in store today! With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position. Sergio Perez lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Bottas, Charles Leclerc,
and Ricciardo. Fernando Alonso, Vettel, Raikkonen, and Antonio Giovinazzi. Stroll, Norris, Yuki Tsunoda. They've taken a grid penalty. And Sainz, Gasly, Armstrong, the Professor, and Nicholas Latifi. Mazepin, Mick Schumacher, Russell, and Esteban Ocon rounds off the grid. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Nou, we moeten Jeff niet teleurstellen. We zijn op de grid beland voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Soft, medium. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Misschien gaan we die strategie gewoon nog aanpassen. Maar dat zien we wel. Eerst ronde nummer 1 zien te overleven. Daar gaan we dan voor. F21-21 Mighty Career Mode. Aflevering 16 staat op het punt te beginnen. De lampen zijn uit. En we zijn onderweg. En we komen beter weg dan Christian. Sorry dan Marcus Armstrong. Ik zit erin met een vorige teamgenoot. Maar Armstrong geeft niet op. Dat wordt een divebomb naar de eerste bocht. Armstrong raakt daar een McLaren van Ricciardo. Wij pakken Armstrong daar mooi buitenom. Maar we rijden met z'n tweeën in de punten. Net niet die auto kwijtgeraakt. Maar dat is P8 en P9 voor Schaven Racing. Dit moeten we zien vol te houden. Maar Marcus Armstrong gaat gewoon naar binnen toe. Want hij heeft zijn voorvleugel kapot gereden op de achterkant van Daniel Ricciardo. En we hebben het nog gelijk een beetje moeilijk met de bochten. Daar moeten we in seizoen 2 aan gaan werken. Armstrong op P9. Dat zou mooi zijn. Maar wat ik net al zei, hij moet naar binnen voor een nieuwe neus. Dus hij gaat heel ver terugzakken. We zitten in ronde nummer 2. En Armstrong en een... wat is dat? Een Alpine van Fernando Alonso volgens mij. Die rijden daar heel ver terug. Wij naar een P8. Groen is sector 1 en 2. Dat is goed om te zien. Het gat naar Raikkonen is 2,3 seconden. Ricciardo heeft een gat van 1,9. Dus dat moeten wij zien te dichten in de komende paar rondes. En we verbeteren ons naar een 1.36.5 DRS dus beschikbaar gesteld door Race Director. Maar wij mogen daar geen gebruik van maken helaas. De beide Alfa Romeo's rijden in de punten. Raikkonen op P9, Giovinazzi op P10. Wij dus naar een P8. 4 punten erbij, dat zou mooi zijn voor ons. Want zo pakken wij meer punten voor Schaven Racing. Marcus Armstrong op de ene laatste plek. Dus hij moet een beetje terugkomen in de wedstrijd. Herhaling van de start met de beide Red Bulls op 1 en 2 in die witte livery in de Verenigde Staten. Volgens mij komt Perez niet goed weg. En Armstrong komt heel goed weg. We knijpen daar ook gelijk af en hij maakt daar gewoon een divebomb. En raakt helaas de achterkant van Daniel Ricciardo. Dat is jammer. Want als hij dat niet had gedaan, had hij nu op P9 en P10 gelegen. Maar goed, het is niet anders. De beide Red Bulls dus als 1 en 2 onderweg. Mercedes op 3 en 4 volgt. En gelijk heeft Marcus Armstrong dus daar een achterstand, dat zag je ook. Hij houdt een hele groep mensen op. Maar hij houdt de auto heel erg breed. Dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 4. Kimi Räikkönen is aangedrongen bij ons. Voor P8. We zitten iets te ver door. Räikkönen ziet dat. Wij gaan verdedigen. Räikkönen kan er niet langs. Probeert het dan naar de buitenkant. Dat lukt wel Kimi en hij is er voorbij. Giovinazzi volgt. En we kijken daar naar die binnenkant. Raken per ongeluk Kimi Räikkönen. Maar dat is P8. Dat is goed om te zien. En nu moeten we dat gat zien uit te breiden. Het gat is 14e, 15e ongeveer. Aan boord bij Kimi in de herhaling. Wij maakten daar een fout. Schoten daar rechtdoor. Dan blokkeren wij hier Kimi Räikkönen. Kan er niet langs. Räikkönen kijkt naar de buitenkant. Gaat maar net goed ook. Want we laten net genoeg ruimte over. En we remmen als allerlaatste van de twee. Raken Kimi
Maar dat is gewoon die plek niet van hem. Want wij verdedigen gewoon goed. En we nemen ook gelijk andere lijnen dan Kimi Räikkönen. We proberen van hem weg te rijden. We zitten in ronde nummer 5. Een ronde later. En Giovinazzi is dit keer aangedrongen bij ons. Doet er een aanval naar de binnenkant. Lukt niet. Kijkt naar de buitenkant. Maar we laten hem staan. Tikken ook de teamgenoot van Räikkönen aan. Norris kijkt gelijk mee voor P8. Zit in de slipstream. Heeft ook DRS. En wij bewegen wat heen en weer om hem uit de slipstream te krijgen. Ook Giovinazzi doet een aanval naar P9. We remmen heel laat naar Norris toe. Wielen in elkaar haken. En dan is het hier Norris die een fout maakt. Te ver doorschiet. En wij kruisen achterlangs. En dat is nog steeds P8. Maar een heel mooi gevecht voor die positie. Norris op het rechte stuk dit keer in ronde nummer 6. Een ronde later. Norris is er voorbij. Vraagteken. Nee, want wij laten hem gewoon staan. Vettel knap naar P6. Ja, dat zeg ik goed. Ik wou eigenlijk zeggen, ja sorry, dat zeg ik verkeerd, maar ik keek verkeerd, maar ik zei het goed. Ricciardo naar P7, Vettel dus naar P6, Norris naar 8, Stroll 10. Dus dat belooft nog wat voor de rest van de wedstrijd. Daar keek Giovinazzi dus in ronde nummer 5. Dat mislukte en Norris probeerde het daar dus op de exit. Gaat ook gelijk met mij mee, hè? Pakt gelijk mijn lijn. Want hij wil slipstream pakken. Ook Giovinazzi doet hetzelfde. Norris keek naar de buitenkant. Stroll en Alonso keken ook. Wij remden hier als allerlaatste van de twee. En dan doen wij er iets hier. Iets heel slims. Door Norris later te laten remmen. En wij kruisen mooi achterlangs. En dat is nog steeds die positie. Aan boord bij Norris. Van dat gevecht, dat boeiende gevecht tussen Giovinazzi, mijzelf en Lando. En Norris doet het heel slim. Hij blijft in mijn slipstream. Dat doet hij heel slim. Dan remmen we hier als laatste van de twee. Want we duwen Norris een beetje opzij. En dit doen wij goed. Norris maakt een fout en wij kruisen achterlangs. En dat is gewoon vet om te zien. We hebben ook nog een aanboord shot van Giovinazzi. Daar gaat het nog maar net goed hoor. Het had daar heel fout af kunnen lopen. Wij botsen tegen de Italianen aan. Mijn fout, ik stuurde gewoon te laat in. Dan is het Norris die hier dan probeert aan te vallen. Giovinazzi gaat mee. Kan hier misschien ook kijken. Doet er een aanval zelfs voor die positie. Maar we remmen als allerlaatste van de drie. Raken nog eens een klein beetje. We zijn daar heel agressief. En Giovinazzi kan niet profiteren. Jammer, ik had verwacht van wel. Maar goed, so be it. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Als Lando Norris opnieuw een aanval waagt. Lukt dat? Hij moet dit keer naar de buitenkant kijken. We laten hem leven en duwen hem gewoon wijd. Stroll is naar P9. En hij kan hier nu een aanval wagen op het rechte stuk. Het is heel close. Stroll kijkt naar de buitenkant. Maar dat lukt niet. Alonso is nog eens voorbij voor P10. Stroll kijkt daar aan de binnenkant. Maar raakt met sidepod en is daar op het gas gespind. Dat is jammer voor Lance, maar wij hebben gelukkig geen schade opgelopen. Green flag, we're racing again. Groene vlag, we racen weer, zegt Jeff. Alonso is dit keer de volgende die wij moeten gaan afhouden voor P9. En we zitten pas in ronde nummer 6 van 28. We bereiken de pitwindow, we gaan naar de softbanden en de beide Red Bulls leiden voor de beide Mercedes'en. Dat is al heel dit seizoen al in My Team Career Mode dat Red Bull en Mercedes verwikkeld zijn in een strijd tussen de coureurs en de constructeurs. Alonso is weer bij ons aangedrongen. Het gat is 3/10. Rood in sector 1. 79.000ste langzamer.
En Ricciardo duikt naar binnen. Sainz duikt naar binnen. Het is geel en Yuki Tsunoda valt uit, want ik kijk even achterom. En ik zie daar een rookpluim bij de Alfa Tauri en hij valt stil. Eerste uitvaller van de dag, Yuki Tsunoda. En we willen naar binnen. Want er komt een safety car volgens mij, of een VSC. Oh, Ricciardo. Ricciardo kijkt daar op een plek die er niet was. En de safety car is uitgeroepen. De safety car uitgeroepen en we duiken naar binnen voor de pitstop in ronde nummer 11 zometeen. En gaan dus tijd winst maken op de jongens achter mij die nog hebben, die hebben gestopt. Dus dat is alleen maar goed om te zien namelijk, want dat is ook de bedoeling van een safety car. Daar zijn we dan bij de pit window. Bij het team, Vettel naar binnen, Stroll naar binnen, Ricciardo rijdt door. Twee seconden, een hele snelle pitstop en Marcus Armstrong duikt ook mee naar binnen tijdens deze safety car fase. We komen gewoon mooi terug op P8, Sainz heeft een tijdstraf van 5 seconden gekregen zie ik. Maar dat boeit ons niet, dat is niet ons probleem. Maar we hebben wel een nadeel. We rijden op die harde band. En Norris en Sainz rijden op die softbanden. Twee compounden zachter. Dus daar moeten we wel mee voor oppassen dat die ons niet de gazen gaan nemen. Dat zou wel heel jammer zijn. Vettel naar P6. Dat doet hij goed voor Aston Martin. Rijdt ook op die harde band. Is met mij mee naar binnen gegaan volgens mij tijdens de pitstops. Sorry, tijdens de safety car. Dus hij doet het heel erg goed. En wij trouwens ook hoor. P8, daar teken ik voor. Het zou vet zijn als we misschien nog een positie hoger eindigden. P7 ongeveer. Het zou heel vet zijn, want dat betekent meer punten voor ons. Meer punten voor mij. En dan kunnen we misschien aansluiten bij de top 7. Want we staan volgens mij als 8e in het constructeurskampioenschap. Weet ik niet zeker hoor. Dus dan moeten we even kijken namelijk. De safety car heeft de leider opgepikt. En wij moeten er nu alleen maar naartoe zien te rijden. En dan is het zometeen Lando Norris die misschien een aanval kan wagen voor P8. Daar heb je Daniel Ricciardo. Op P7. De safety car op de baan geroepen vanwege dat incident met Yuki Tsunoda. En dat betekent de eerste safety car van deze race. Hopelijk wordt het dat niet meer. De safety car duikt naar binnen in ronde nummer 12. Nog 16 rondes te gaan. En de vraag is, zijn wij zometeen wakker? Bij de herstart kunnen wij gelijk Daniel Ricciardo passeren voor P7. De safety car is de pitlane binnengedoken. Een Red Bull coureur mag het tempo gaan bepalen tot nu toe. En Norris is wakker gebleven, dat zie ik. Ricciardo rijdt van ons weg. Norris kan daar een aanval doen voor P8. Maar dat lukt net niet. Gelukkig maar. Maar hij is er wel bij. Hij rijdt ook op die compound. Twee compounden zachter dan ons. Op de softbanden. Dus dat is ook logisch dat hij sneller is. Groen is sector 1. 91.000 sneller. Dat is goed om te zien. Wat kan Lando Norris? Tot nu toe niks. Want we zitten bij de start van Daniel Ricciardo. We kijken naar de buitenkant. Lukt dat? We komen van heel ver. Schieten iets te ver door. Norris kan daar kijken. Maar wij laten hem gewoon staan. En dat is nog steeds P8. Jeff zei, deze pace is heel sterk. Maar denk eraan, de banden moeten tot het einde van de wedstrijd. Nou, we zitten op de helft. En de banden zijn er nog niet aan. Dus ik denk gewoon dat hij het vol gaan houden tot het einde van de wedstrijd. Het zou wel mooi zijn. Maar eerst naar Daniel Ricciardo toezien te rijden.
Norris kan hier niet aanvallen. We zitten gewoon in ronde nummer 14 op de helft van de grote prijs. We hebben hier overtakeknop en zitten in de slipstream van Ricciardo. Lukt dat voor P7? Dat lukt zeker, want we remmen heel diep naar de Australiër en dat is P7 natuurlijk. Volgende heet dan Sebastian Vettel. Ricciardo wou daar wel even terugkijken, maar dat mocht niet baten. Maar dit is wel goed om te zien dat we dit zoveel kunnen volhouden. Want in Japan waren we heel sterk en nu ook in de Verenigde Staten zijn we sterk. Hopelijk kunnen we in Mexico ook toeslaan. Maar eerst deze grote prijs afzien te ronden. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd, 6 ronden later. Ricciardo heeft een achterstand van 2 seconden, 2,1 ongeveer, op ons. De gearbox is wat beschadigd. Maar die kan ik gewoon penaltyloos wisselen in Mexico voor de laatste races van seizoen 1. Het is volgens mij Mexico, Brazilië, Australië, wat dan nog meer? Abu Dhabi? Denk ik, weet ik niet zeker. Er zijn volgens mij dit seizoen maar 20 races. En vorig seizoen zijn er 2 races erbij gekomen, Portimao en Imola. Die komen in seizoen 2 op de kalender. Dus 2 extra races in seizoen 2. Misschien ook niet, want misschien ga ik de kalender veranderen naar 16 races. Ik moet even kijken wat ik moet doen met werk en zo. Gasly heeft ons gepasseerd in ronde nummer 22, maar we komen terug. Hoppata, zo doe je dat dus. En dit keer is het Charles Leclerc die misschien aanvalt naar de buitenkant. Maar dat lukt niet, want we houden de auto gewoon heel breed. Zo breed als het kan. En mag. En moet. Natuurlijk. We maken daar wel een klein foutje en Charles Leclerc is ons gepasseerd. En Jeff zei, blijf bij hem. Hij kan misschien een fout maken en dan kunnen we die positie weer heroveren. We hebben overtakeknop en DRS. Gasly heeft dat ook, maar die Ferrari is snel. Zitten wel in de slipstream en doen daar een aanval naar de binnenkant van heel ver. Maar Leclerc weet dat en dat is nog steeds P6. Krijg een waarschuwing met het toucheren van Charles Leclerc in ronde nummer 23. Nog 5 rondes te gaan in de wedstrijd. En dan zit deze grote prijs er ook alweer op. Dan gaan we ons voorbereiden op Mexico. Vettel naar P5, dat doet hij heel goed voor Aston Martin. Hamilton teleurstellend naar P4. Bottas naar P3, Perez naar P2 en Max leidt gewoon nog de wedstrijd volgens mij. Dat zou misschien een eerste echte slag in het wereldkampioenschap kunnen betekenen voor Verstappen. Want ik nog samen met Perez voor de wereldtitel. Ja, en Bottas en Hamilton dan. Leclerc doet poging nummer 2 aan de buitenkant. We remmen weer heel laat en duwen Charles Leclerc gewoon wijd. In ronde 23 van de wedstrijd. Vettel naar P5. Dat gat is 10 seconden. Dat rijden we gewoon niet meer dicht. Jammer, maar helaas. Ik vind P6 trouwens ook niet verkeerd hoor. Waar we kwamen. We gaan ronde nummer 25 alweer in. Dit keer is het Pierre Gasly die een aanval probeert. Charles Leclerc is naar binnen gedoken. Gasly probeert het aan de binnenkant. Dat lukt, maar hij heeft ons wel geraakt. Dan schiet hij hierdoor en dan kunnen we hem terug aanvallen. En Pierre Gasly moet naar binnen voor een nieuwe neus. In ronde nummer 26 zijn de auto daar ook bijna kwijt trouwens op de exit van bocht nummer 2. Zagen jullie dat? Ik hoop het wel. Iets te wijd daar, maar dat is geen probleem. Heb je trouwens genoten van deze video? Beloon het dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je niks meer missen van F2021 Martin Career Mode? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Volg me trouwens ook op sociale media, mijn gebruiksnaam in de beschrijving op
Facebook, Twitter en Instagram is gewoon Gianal81 intikken en dan kom je mij tegen. Want mijn persoonlijke Instagram accounts en Facebook account volgen, die staat bij F1 Online. Dat is mijn tweede kanaal waar ik dingen bespreek over de Formule 1. Daar komen op dit moment geen video's van. Waarom? Ik heb het heel druk met werk. Over druk gesproken, Alonso probeerde het daar aan de buitenkant in de laatste ronde van de wedstrijd. Oeh, dat is heel close met de Spanjaard. Maar dat is toen nog steeds P6. Verstappen wint de wedstrijd in Austin, Texas, net als in real life. Wint hij de grote prijs en zet een reuze stap naar de wereldtitel, net als in real life. Alonso probeert het aan de binnenkant, mijn spraak is helemaal op. We remmen laat naar Alonso, raken de Spanjaard. En dat is gewoon goed voor P6 denk ik, want Alonso kan hier niet aanvallen. Het is hier te smal. Hebben we soms nog wat momenten overstuur. Net als Daro, weer een momentje overstuur op de exit. Mijn banden zijn er wel aan. En dit ook weer. Ik struggle gewoon met de grip die er is. Maar Alonso kan dit niet meer goed rijden. Het gat is 17e. We pakken weer punten in de Verenigde Staten. Onze derde achtereenvolgende puntenfinish dit seizoen. Hebben we heel goed gedaan. En dus op naar de grote prijs van Mexico. That's it then for another magnificent United States Grand Prix. And they've hung on to take a sublime victory here today. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant. But here, they were decisive and that's allowed them to take the advantage. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work and they should be proud of the victory they secured here. Max Verstappen now leads the Drivers' Championship. Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for Driver of the Day? I have to give it to the Professor. There was a lot going on all down the field, but they were the only one who I really felt maximised their potential. Let's move on to the Constructors. Red Bull pull further ahead in the standings. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. Nou, hier hebben we dan dus de uitslag van de grote prijs van de Verenigde Staten. Verstappen wint de wedstrijd, pakt ook de snelste regelpunt. Perez naar P2, Bottas naar P3, wij dus naar P6, krijgen Driver of the Day van Anthony Davidson. Armstrong helaas naar P13, Tsunoda uitgevallen. En 48 punten hebben wij totaal gepakt. Dit seizoen 2 punten verschil naar Vettel. En we staan nog steeds 8e in het constructeursklassement. Alonso nadert ons, maar dat is geen probleem. Maar goed, deze video zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. Heb je genoten, beloon het dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan en vertel me waarom je het niet leuk vond. Kan er iets verbeterd worden op deze video? Zet het dan in de comments neer. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruiksnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Dan gaan we verder in Mexico.